Arjen van der Lucht is het hoofd van de opleidingen. Als ik het goed heb, is 40% van de studentenbevolking afkomstig uit het buitenland? Dat klopt. Het zijn vooral studenten uit Duitsland, maar ook uit België en ook uit de rest van de wereld. Met name in de master zien we dat dat een hele internationale opleiding is, waar ongeveer 50% van alle studenten ook van over de hele wereld komt. Ja. Wat wijkt de Universiteit van Maastricht af van andere universiteiten in Nederland? Nou, het is zo dat met name de bacheloropleiding gewoon een hele brede inleiding in de psychologie is. Maar hij is wel bijzonder, met name in twee opzichten. Het eerste bijzondere van de opleiding in Maastricht is dat wij hier heel erg probleemgestuurd werken. We werken in kleine groepen, dus studenten leren ook door de hele studie heen om in groepen te leren. En we proberen de kennis ook altijd toe te passen. Verder is het zo dat het soort van psychologie hier in Maastricht een heel bijzonder karakter heeft. Er ligt een bijzondere nadruk op hoe onze hersenen ons gedrag reguleren, maar ook op hoe onze eigen interpretatie van de werkelijkheid, van wat er om ons heen gebeurt, eigenlijk ervoor zorgt hoe we ons gedragen. Nog meer dan dat die dingen die in de wereld gebeuren direct dat gedrag bepalen. Okay. Nou, ik heb hier drie studenten bij me staan. Jij bent? Maud. Maud Schaapkes uit Nederland. Waarom studeer je hier in Maastricht? Voor mij is het de dichtstbijzijnde universiteit, aangezien ik uit Kerkrade kom. En ja, lekker makkelijk, omdat ik nog thuis woon en daar ook mijn baantjes heb. En ja, eigenlijk vind ik de universiteit ook heel fijn. Ja. Je had niet in Amsterdam of zo willen studeren? Nee, nu nog niet. Misschien later mijn master eventueel. Geza Kappen, jij bent Duitse, maar je kunt het niet horen. Ik hoop dat je het niet kunt horen. Waarom ben jij vanuit Duitsland naar deze universiteit gekomen? Ik heb eerst in Duitsland gestudeerd, maar dat viel tegen. Het was gewoon het vak. Dat viel me niet. En toen wilde ik psychologie gaan doen. Maar in Duitsland heb je een hoge numerus clausus. En dat heb je dus in Maastricht niet. Numerus clausus wil zeggen dat je toelating, althans een beperkt aantal studenten, worden toegelaten. Ja, je moet een heel hoge cijfer hebben gewoon. Ja. Ik had wel een hoge cijfer, maar die was niet hoog genoeg. Ja. Dus vandaar dat ik naar Maastricht ben gekomen. En al die buitenlanders moeten Nederlands leren. Heb je dat ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar dat, in Duitsland? Nee, niet echt. Ik heb het in Nederland geleerd. Misschien hoor je dat ook. Nou, je spreekt het beter dan Prins Bernhard ooit. Maar waar heb je het dan geleerd? Hier in Maastricht? Door hier gewoon te wonen? Nee, mijn ouders die hebben een huisje in Noord-Holland. En daar zijn we vaak geweest. Dus ik heb het eigenlijk al mijn hele leven al een beetje geleerd. Handig. Ja, erg handig. André de Zoete, dan ben jij de enige die uit België komt hier van dit gezelschap, hè? Ja, dat klopt. En waar ben jij hier op de universiteit? Ja, ik ben naar hier gekomen voor het probleemgestuurd onderwijs. En dat is de reden dat ik naar hier kom. Je hebt echt de keuze gemaakt voor het soort onderwijs wat gegeven wordt. Wat is daar zo aantrekkelijk aan voor jou? Ja, voor mij is het de beste manier om onderwijs te geven, want je leert het van elkaar. En het is zo dat de afstand tussen degene die het onderwijs geeft en degene die het onderwijs ontvangt, is heel klein. Omdat het studenten zijn, medetutoren, en die leggen alle dingen aan jou uit. Dus dat maakt het veel makkelijker om te studeren. Ja. Ik heb begrepen dat jullie, zodra je hier als student binnenkomt, dat je ook meteen studeert, maar dat je ook meteen onderzocht wordt. Ja, je krijgt een grote intake en dan maken ze een grote database van. En nadien moeten we met z'n allen meedoen aan onderzoek, want het is ook een wetenschappelijke faculteit uiteraard. Dus onderzoek is de hoeksteen van ons onderwijs. En dus alle studenten participeren ook in ons onderzoek. Ja. Maud Schaapkes, vond je dat leuk? Vond je dat juist interessant om meteen mee te doen aan die experimenten? Ja, dat is heel leerzaam. Je ontdekt hoe het onderzoek werkt. En misschien leer je dan ook een beetje van, ja, goh, wil ik dit ook of niet? En je maakt er meteen goed kennis mee. Ja. Was dat ook voor jou een doorslaggevende factor dat je meteen zowel studeert als slachtoffer bent? Dat wist ik niet van tevoren dat dat zo zou zijn, maar ik vind het wel fijn. Ja. Ja. Okay. André de Zoete, jij gaat een rol spelen vanavond bij ons in dit programma, want jij gaat de vragen die de kijkers stellen, ga jij beantwoorden. Denk je dat je dat kunt? We zullen het doen volgens PGO. Het is niet altijd de verstandigste die het meeste te vertellen heeft. Dus het gaat je wel lukken? Absoluut. Okay, we zien je zo terug. Als er vragen zijn van de kijkers, mocht u vragen hebben, dan kunt u ze stellen nog even. Ik geef even het e-mailadres. Dat is
Wat is het ook alweer? Het is dossierlimburg@l1.nl. Dossierlimburg@l1.nl. Uw vragen gaan we straks beantwoorden aan het eind van het programma. Aan het eind van dit blok. En ik hoop dat u er veel opstuurt, want dan kan André in ieder geval laten blijken dat hij al heel veel opgestoken heeft van deze studie. Laten we hopen. Hè.